Hallo en welkom bij ExcelXL.nl. Mijn naam is Jan Bolhuis en in deze video laat ik je een aantal sneltoetsen zien die mij dagelijks veel tijdswinst opleveren. En de eerste sneltoets is dan ook Control Home. Deze sneltoets zorgt ervoor dat je altijd in het begin van het werkblad terechtkomt, met andere woorden in cel A1. De tweede sneltoets is Control A. Met deze sneltoets selecteer je de gehele tabel. En om kolom C op de juiste breedte te maken, ga ik met mijn muis naar het scheidingsteken tussen kolom C en D totdat deze verandert in het verplaatsen symbool. En daarna is het een kwestie van dubbelklikken. Heb je nu een situatie waarin er meerdere of alle kolommen op de juiste breedte gemaakt moeten worden, selecteer dan de gehele tabel door linksboven in het kleine driehoekje te klikken en klik vervolgens op een willekeurig scheidingsteken tussen een van de kolommen. Een andere manier om het gehele werkblad te selecteren is de sneltoets Ctrl A, de A loslaten en daarna nog een keer indrukken. Dus Ctrl AA. Nou, voor degene die mij al een poosje volgt, heeft waarschijnlijk de volgende sneltoets al eens een keer gezien in de allereerste video die ik ooit heb gemaakt op YouTube. En dat ging namelijk over de volgende 5 sneltoetsen, waarvan het helemaal geen kwaad kan om ze hier nog maar eens een keer te gaan herhalen. Ctrl Shift 1. Maak van een getal duizendtallen gescheiden door een punt en 2 decimalen. Ctrl Shift 2. Verander het getal in een tijd. Ctrl Shift 3. Maak van een getal een datum. En Ctrl Shift 4. Geef de opmaak van valuta weer. Ctrl Shift 5. Geef de procentuele weergave van een getal, waarbij deze weergave overigens zonder cijfers achter de komma is. Bedankt je weer voor het kijken en zie je graag weer terug op ExcelXL.nl, waar ik nog veel meer tips en trucs met je wil delen.